Molen de Bente. Molen de Bente heet in de volksmond ook wel de Benter Meulen. Het is een korenmolen herbouwd in 1814. De molen die hier voorheen stond is in december 1813 door de Fransen in brand gestoken. De Fransen hielden de vesting Coevorden bezet en deden van daaruit aanvallen naar omliggende dorpen. Omdat de molen als uitkijkpost gebruikt werd, staken ze hem samen met enkele omliggende boerderijen in brand. Vanaf 1814 is de molen steeds op windkracht in bedrijf geweest voor het malen van allerlei granen tot meelproducten. De Bente heeft een van de grootste kruiwielen van Drenthe. Door de jaren heen zijn er verschillende eigenaren geweest. Tragisch was de dood van de zoon van molenaar Arends. Hij kwam in 1921 om door een klap van de molenwiek. Eigenaar Hidding zorgde er begin 20e eeuw voor dat er een dieselmotor kwam. Later kwam er een elektromotor. Zo kon er vaker gemalen worden, ook bij windstilte. De windmolen raakte buiten bedrijf en verloor in 1944 twee wieken. Later ook de andere twee. Het verval trad in, de stelling ging eraf en een deel van het binnenwerk verdween om ruimte te maken als opslagplaats. De gemeente kocht de Bente in 1975 aan en liet hem restaureren. Onderdelen voor de molen kwamen van gesloopte molens uit Groosheide in Duitsland en Koekangen in Drenthe. Het dorpsaanzicht verbeterde sterk door deze restauratie, maar de molen draaide sporadisch. Daar kwam in 1994 verandering in toen er een vaste huurder kwam die de molen als maalwerktuig gebruikte. Tot eind 2018 maalde hij voor bakkers en particuliere klanten en was er volop bedrijvigheid in en rond de molen. De molen wordt nu draaiende gehouden door een aantal vrijwillige molenaars. Ze draaien er met plezier, demonstreren het malen en laten zien hoe de zakken graan voor het vermalen naar boven gehezen worden. De Bente. Wie aan de zuidkant Dalen binnenkomt, kan niet om dit beeldbepalende monument heen.